In deze video laat ik jou zien hoe je keukenkastjes kunt schilderen. Hey, ik ben Mike van Osmo en leuk dat je kijkt naar onze video. Vandaag ga ik de keukenkastjes van deze keuken schilderen met de Osmo DecoWash Creative. Zo krijgt de keuken een compleet andere look. Zorg dat je deze video helemaal afkijkt. Aan het einde van de video vertel ik je namelijk waarom je voor deze klus geen grondverf nodig hebt. Voordat we beginnen is het belangrijk om te vertellen dat er meerdere opties zijn om keukenkastjes te schilderen. Vandaag ga ik deze keuken schilderen in de kleur RAL 7016 anthracietgrijs. Maar het is ook mogelijk om de frontjes in een andere kleur te schilderen. Zoals bijvoorbeeld wit, zwart of zelfs groen. De Osmo DecoWash Creative is standaard namelijk verkrijgbaar in 10 verschillende kleuren. Daarnaast kan deze ook gemengd worden in alle RAL en NCS kleuren. Zo zit er altijd een kleur tussen die matcht met jouw interieur. Wil je liever geen kleur aanbrengen, maar je keuken een onbehandelde of een wet look uitstraling geven? Dat kan met de Osmo Top Oil. Let wel op als je jouw keuken gaat verven. Er bestaan veel verschillende opties om een keukenkastje mee te schilderen. In deze video laat ik je zien hoe je houten keukenfrontjes behandelt met de Osmo DecoWash Creative. Mocht je voor een ander product kiezen, of is jouw keuken gemaakt van een ander materiaal, dan is waarschijnlijk een andere aanbrengwijze of een ander product nodig. Om het frontje te kunnen schilderen heb ik de volgende dingen nodig. Allereerst heb ik natuurlijk de verf nodig. Ik heb gekozen voor de Osmo DecoWash Creative, gemengd in de kleur RAL 7016 anthracietgrijs. Voor het aanbrengen van de verf gebruik ik een kwast en een roller. De grotere oppervlaktes kan ik gemakkelijk met een roller van 10 cm breed schilderen. De kwast is ideaal voor het precisiewerk. Ook gebruik ik een rollerbak. Zo is de verf gemakkelijk op de tools aan te brengen. Tot slot mag het roerstokje niet ontbreken om de bestanddelen van het product goed te mengen. Uiteraard heb ik ook een keuken nodig. Deze keuken is behandeld met een andere verf en ga ik er weer als nieuw uit laten zien. De behandelde delen van deze keuken zijn gemaakt van eikenhout. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om andere houtsoorten te schilderen, zoals bijvoorbeeld berken of vuren. Twijfel je of het mogelijk is om jouw keuken te schilderen? Doe dan eerst een testje om bijvoorbeeld de binnenkant van een deurtje. Zo kun je checken of het product voldoende hecht aan het hout en of de uitstraling wel echt past bij je verwachtingen. Nu ik alle benodigdheden heb verzameld, kan ik eindelijk beginnen. Blijf zeker kijken. Aan het einde van de video vertel ik je namelijk waarom er geen grondverf nodig is bij het schilderen van deze keuken. Voordat je de DecoWash om de kast kan aanbrengen, is er misschien enige voorbereiding nodig. Bij nieuw hout is dit vaak niet het geval en kun je direct aan de slag. Als de keuken al eerder is behandeld met een ander product, zoals een bijts, verf of een lak, dan kan het nodig zijn om het hout eerst te reinigen of te schuren. Het ontvetten van het hout is met de producten van Osmo niet nodig. Heeft jouw keuken veel krassen of vlekken? Of heeft deze nog een oude lak of verflaag, zoals deze? In dat geval zou je de keuken eerst moeten schuren. Om een kaal en glad oppervlak te krijgen, zul je de kast moeten schuren met 3 schuurgangen. Begin met korrel 40, daarna 80 en eindig met 120. Dit zorgt voor een egaal oppervlak die de behandeling makkelijk opneemt. Gebruik liever geen fijnere korrel dan 120. Dit zou er namelijk voor kunnen zorgen dat je het hout dicht schuurt en de behandeling hierdoor niet goed op kan nemen. Daarnaast zou je ook de Osmo verfstrippen kunnen gebruiken. In de video verf van hout verwijderen vertel ik je precies hoe je dit kunt doen. Dit kan bijvoorbeeld erg handig zijn als je een vinyllaagje hebt. Dit is een dun laagje hout die je misschien minder makkelijk kunt schuren. Voordat je begint met schuren en schilderen, is het handig om enkele delen van de keuken te demonteren of af te plakken. Haal bijvoorbeeld de handgrepen van de keuken en verwijder apparatuur, zoals de oven. Mochten er delen zijn die je niet kunt demonteren, maar niet wilt raken tijdens het schilderen, plak deze dan af voordat je gaat behandelen. Nu ik alle apparatuur gedemonteerd heb, kan ik beginnen met schuren. Ik begin met korrel 40, zo maak ik het oppervlak mooi kaal. Daarna schuur ik met 80 en 120. Beide schuurgangen zorgen ervoor dat de schuurkrassen mooi worden verwijderd en je dus een egaal resultaat hebt om vervolgens te schilderen. Nu ik de frontjes heb verwijderd, kan ik de andere delen gemakkelijk schuren. Nu de kast volledig geschuurd is, neem ik deze nog even af met een droge doek om hem stofvrij te maken. Daarna kan ik de eerste laag gaan aanbrengen. Ik roer het blik goed door en daarna giet ik een beetje in de rollenbak. Vervolgens begin ik met een kwast en daarna doe ik de grotere delen met een roller. Werk met dunne lagen. De eerste laag kan een beetje doorschijnend zijn, maar de tweede laag zorgt zeker voor de dekking. Werk altijd dun en gelijkmatig. Om aanzetten te voorkomen, rol het oppervlak zachtjes nog een keer na. Door het narollen zul je zien dat de DecoWash mooi uitvloeit. Nu de eerste laag volledig is aangebracht, laat je deze minimaal 24 uur droog. Daarna kun je de tweede laag aanbrengen. Deze zorgt voor een optimale dekking. Nu de eerste laag volledig gedroogd is, kan op dezelfde manier de tweede laag aangebracht worden. Nu ook de tweede laag volledig is aangebracht, laat je deze ook minimaal 24 uur drogen.
Als de keukenkastjes twee lagen zijn geschilderd en deze volledig gedroogd zijn, kun je eventueel tape verwijderen en de verwijderde delen terugplaatsen in de keuken. Wil je tussen het schilderen door de tools bewaren voor de volgende laag? Dat kan. Je kunt deze namelijk in een luchtdichte verpakking bewaren in de koelkast. Zo blijft de kwast of de roller zacht en kun je deze bij de volgende laag gewoon weer gebruiken. Ben je van plan om een andere kleur aan te brengen? Of ben je klaar met de klus? Dan kun je de tools gemakkelijk schoonmaken met de Osmo kwastenreiniger. Nu jouw keuken weer helemaal opgeknapt is, wil je deze natuurlijk zo lang mogelijk mooi houden. Hiervoor is het nodig om de keuken zo goed mogelijk te onderhouden. Het schoonmaken van de keuken kan worden gedaan met een reguliere reinigingsspray en een vochtige doek. Dit kan er alleen wel voor zorgen dat de afwerkingslaag uitdroogt en daardoor schraler wordt. Wil je dat nou voorkomen? Dan raad ik je aan om de Osmo Spray Cleaner te gebruiken. Deze reinigingsspray bevat namelijk een klein aandeel was, waardoor de afwerkingslaag tijdens het reinigen gevoed wordt en dus niet langzaam uitdroogt. Hier gaat hij langer mee en blijft je keuken langer mooi. Aan het begin van de video beloofde ik te vertellen waarom ik voor het schilderen met Osmo geen grondverf nodig is. Dit zal ik je niet langer onthouden. De producten van Osmo bevatten namelijk een hoog aandeel vaste stoffen, waardoor ze bij de eerste laag al een goede hechting en dekking geven. Doordat je voor de producten van Osmo geen grondverf nodig hebt, bespaar je dus tijd en geld bij het schilderen van jouw keuken. Je brengt dus twee lagen van hetzelfde product aan. Dit zorgt voor een optimale dekking en gemak. Heb je vragen over het schilderen van jouw keuken of heb je een andere houtkwestie? Stel je vraag dan in de comments en het team van Osmo helpt je graag verder.